De belangen voor beide ploegen binnen grut. De nummer 10 van de Korbal League degradeert. De nummer 9 speelt promotie degradatieduels. En de nummer 8 is veilig. Wie winst neemt LDODK 8 punten voorsprong op de Grenzers. En boven dat komen ze dan 12 punten boven de nummer 9 om voor Uitmaarsen te staan. En ze zetten goed uiteen. Ze heersen in de eerste 10 minuten. André Zwart scoort hier al de 8 treien. Sjoft dus even naar de vlier, want dat viel net helemaal noffelijk. En dan is het Nick wat knokt voor liefstbehoud. Hielke van Gorkum brengt het verschil weer om naar 2. 8-6. Maar dan bat er wat apart. De vlier wordt spekglad. En vooral André Zwart had er bot last van. Schrik in het publiek. Een extra dwaalpauze. En dan maar hoop je dat het oer is. Maar het is net oer, want hij gaat voort weer. En de wedstrijd wordt staakt. En ja, ik leed gewoon een totaal fotwaken hier. Met er eigenlijk de binnenste voet helemaal naar binnen klapte. En ik ga motsen dat ik nog wel aardig les van de Lisa. Dus nou ja, hopen dat het wat mij valt. En na de nodige dwaalpauzes wordt de wedstrijd dan toch weer terugzet. En is het LJODK wat er het meest van profiteert. Maar het is een wonderbaarlijke treffer van op een ei André Zwart. De verschilbiedskoft is opgekrikt naar 14-9. Raymond Witvliet van Nick scoort in de tweede helft 6 van zijn in totaal 8 treffers. En brengt het verschil weer om naar 2. Santje 15. Maar dan antwoordt het LJODK. Wichtige treffer van Marion Visser. En die scoren we het uitbreiden naar 6 verschil. André Zwart van Grutte Oosthoorn. LJODK wint met 26-22 en zet een grote stap naar liefstbehoud. Het is op manier een belangrijk winnen. We hebben van de volgende goed opraad. En wat er gebeurt, dat punt pakken. Nou, daar hebben we die. Dus de belangrijkste opdracht die hebben we vervuld.